Goedenavond iedereen. En dan heet ik jullie namens De Bezige Bij en Spui 25 van harte welkom hier. Ik ben Marijn Hollestelle, redacteur bij De Bezige Bij. En ik had het grote genoegen om Marita Matthijssen te mogen bijstaan bij het maken van deze bloemlezing uit het werk van Hans Faveri. We zijn waanzinnig trots op dit boek en hopen dat we hiermee ook weer een nieuw publiek kunnen aanboren voor het werk van Faveri. Er zijn natuurlijk mensen die het fantastische verzameld werk hebben. En we hopen met deze punctie daaruit, een fantastische samenstelling van Marita, weer nieuwe lezers te kunnen aanboren. Ik probeer dat thuis ook best wel actief. Er is voor wie straks bij Atheneum Boekhandel hier achter in de zaal de bundel koopt, die zal op de flap al meteen zien dat daar dat fantastische gedicht staat. Waarin de dichter zich richt tegen die dolfijn en zegt van je moet bal zeggen. Ik probeer dat thuis ook met mijn zoontje van anderhalf. En dat gaat best aardig. En dan zeg ik, hé Jacob, zeg eens bal. En meestal lukt dat al. En dan zegt hij heel schattig, zegt hij bal. En zo zijn we eigenlijk altijd wel bezig om nieuwe lezers te vinden voor de poëzie die wij uitgeven. Maar ik verval alweer in flauwigheden, dus ik brei er gauw een einde aan. We hebben een ontzettend rijk programma voor jullie. Volgens mij is ook Marita daarachter het grote brein. En ik geef haar daarom nu heel graag het woord. Marita. Dankjewel, Marijn. Ben ik ook goed verstaanbaar? Ja. Heel hartelijk welkom allemaal. Buitengewoon fijn dat u gekomen bent. Ja, Faveri. Ik vond in zijn nalatenschap een kladbriefje en daar stond op: de opdracht aan de poëzie is zelfbewustzijn, trots en waardigheid aan de taal terug te geven. Dat vind ik zo mooi. Ik heb dat nu ook als motto voor in de bloemlezing gegeven. Met andere woorden, wat wil je daarmee zeggen? Het ontbrak in de poëzie aan zelfbewustzijn, trots en waardigheid. En dat is wat Faveri in zijn gedichten probeert te herstellen. Ik pak gewoon een heel eenvoudig gedicht. Een paar woorden maar. Vier regels. Met een zwaar geblinddoekte mol de mist in. Wat doen? Ik voel er niks voor. Driemaal niet zien. Geblinddoek, een mol, de mist. Is dat humor? Ja, je kunt erom lachen. Maar het is juist iets willen zeggen over het leven. Over de onmogelijkheid daarvan. Blinddoeken, een mol zelfs blinddoeken. En in de mist dan ook nog. En de onmogelijkheid van het leven en het ervan af willen zien. En wie is dan die zwaar geblinddoekte mol met wie de dichter de mist ingaat? Een vriend? De taal, de toekomst. Misschien moet je ook even aan zijn praktijk als psychotherapeut denken. Vier regels en je blijft erover nadenken wat eigenlijk de betekenis ervan kan zijn. Ik heb als eerste gedicht in deze bloemlezing gekozen voor een gedicht dat ook over taal gaat. Ook weer zo'n heel kort gedicht. Ook weer zo'n nadenker. Geen metafoor komt hier aan te pas. De lucifer, conform zijn opdracht, communiceerde verbrandend. Met andere woorden, je hebt geen metaforen nodig, geen alsvergelijkingen in de poëzie. Want de lucifers doen al wat ze moeten doen. Ze verbranden. De communicatie zit al in de opdracht van de lucifer. Dit is typerend voor wat Faveri met de taal doet. Ik zal er nog wat meer over vertellen, maar eerst maar eens even over een bloemlezing. Eigenlijk is het belachelijk een bloemlezing samen te stellen, want het is eigenlijk onmogelijk, ondankbaar en ondenkbaar. Want als je eerlijk bent, is elke bundel van een dichter al een bloemlezing. Er is geen dichter die al zijn poëzie uitgeeft. Dus hoe dan ook, je krijgt al, als je die bundel in handen krijgt, een bloemlezing. En door de dichter zelf dan gemaakt. Dus wie kan dat nou beter
dan de dichter zelf? Wat pretendeer je zelf te kunnen? En zeker een dichter als Favri, die zo selectief was in zijn poëzie. Duizenden papieren heb ik gevonden in zijn nalatenschap, met allemaal pogingen om te pakken wat hij moest pakken. Iedere keer weer opnieuw. Kladvellen volgetikt. Hij tikte eigenlijk bijna alles. Hij schreef heel weinig. En dan weer doordraaien. Nee, niet goed. Niet weer doordraaien. Weer doordraaien. Omkeren de bladzijde. Andere kant in de typemachine. En weer opnieuw. En dan wegleggen. En dan toch niet weggooien. Maar in ieder geval niet in zijn bundel. Dus niet in dat wat de bloemlezing is. Toch is er wel iets voor te zeggen om een bloemlezing nu uit te geven. Ik moet even de bezige bij een hart onder de riem steken. Want kijk, dat prachtige, omvangrijke werk, dat zijn wel ongeveer 700 pagina's dundruk. En ik kan me toch heel goed voorstellen dat studenten bijvoorbeeld echt wel geholpen zouden zijn met een bloemlezing. In ieder geval sprak ik een collega van me, een professor aan de Leidse Universiteit, Ira van Dijk, en die zei, nou, dit is nou precies waar mijn studenten op wachten. Ik probeer ze duidelijk te maken dat Favri echt een bijzonder grote dichter is, maar ja, dat verzameld werk is nou gewoon te veel voor ze. Ja, hoe selecteer je dan eigenlijk als je alles relevant en mooi vindt? Je moet eigenlijk gewoon heel praktisch zijn, een huisvrouw. Je hebt bijvoorbeeld maar 2 keukenkastjes en je hebt heel veel servies van je moeder gekregen. Wat doe je dan? Nou, dan kies je het mooiste, het minst beschadigde, dat wat het helderst van kleur is, et cetera. Die borden kies je uit en die zet je in die keukenkastjes. En de rest, ja, jammer, in de kelder. Maar niet weggooien. Dus dat houden we erin. We gooien niks weg. Ik heb ook assistentie gezocht bij dat inrichten van die keukenkastjes. Ik had assistentie van Erik Lindner, die straks ook zal spreken. Degene die mede vertaler is van de totale uitgave van het verzameld werk van Hans Favri in het Frans. Ik heb de mededichter Jan Kuiper, die daar zit, gevraagd. Die zal niet spreken vandaag, hoewel hij het heel goed zou kunnen. Jan is een geestverwant met van Hans Favri, zou je kunnen zeggen. Heeft hem ook goed gekend. En dan niet, hier is Willem van Toorn, die echt een vriend ook van hem was, die een documentaire over hem samengesteld is. Die kon vanavond niet. Wat is een van de grootste beslissingen die je als bloemlezer hebt is bij deze poëzie is, ga je in de reeksen knippen of niet? Hans die zorgde er altijd voor dat gedichten samenhangend waren. Hij koos dus bepaalde gedichten die bij elkaar hoorden en zette die in een reeks. Ik heb dat zoveel mogelijk zo gelaten en de bezige bij was zo vriendelijk om ook wat witpagina's toe te staan in het geheel. Want dat is toch nodig om duidelijk te maken dat het om reeksen gaat. De titel, Verborgen in het Zichtbare. Ik vind het een prachtige titel. Het is echt Favri. Het komt uit een gedicht van hem over eigenlijk bezieling van voorwerpen. Dat zie je heel vaak bij hem, dat hij voorwerpen een ziel geeft, een gedachtegang. 134, dan moet ik eigenlijk een bril hebben. Ik krijg het wel voor elkaar, denk ik. Dankjewel, Jan. Moet je eens even luisteren hoe hij hier de dingen een bezieling geeft. Verborgen in het zichtbare en daarin schuilgaande. Dus weg. En dan de voorbeelden. Verborgen in het zichtbare en daarin schuilgaande. Bal die de trap opstuitert, sidderoog, sidderend, stoel die het onder zijn dwerg begeeft, te licht al voor zijn leeftijd, zwart kippenbloed in de nanacht, opdat 2 families tot de tanden zich wapenen, dat het open veld zich ligt te ondergaan en geen enkele hamer ergens op slaat, dat het woord zee zijn zee leegste slurpt en opnieuw zal uitspuwen, alleen omdat ik het wil.
En dat kan hij ook. In de poëzie kan hij de zee zich uit laten spuwen. Want dat is typisch ook iets voor Hans. Hij laat dus wat er op papier gebeurt, gebeurt er in het echt. Want het staat op papier. Goed, dat dus over de titel. Dus wat je ziet is meer dan het zichtbare. Als je maar goed kijkt. Het lijkt een beetje op die regel van K. Schippers die u wel kent. Als je goed om je heen kijkt, zie je dat alles gekleurd is. Hij heeft het nog een keer heel mooi gezegd in een ander gedicht. Wat onder het woordoppervlak schuilt, schuilt daar haast te vergeefs. Dus onder de woorden schuilt dat waar je naar moet kijken. Verborgen in het zichtbare. Hij is dus de dichter die nieuwe mogelijkheden zoekt en daarbij de lezers niet op hun gemak stelt, maar juist op hun ongemak. Daar gaat het om. Hij wil dus afstand doen van het comfortabele. Juist dus je provoceren, je ongemakkelijk laten voelen. Dat hij daarbij gebruik maakt van zijn Surinaamse roots, dat is de laatste tijd toch duidelijk naar voren gekomen in een aantal studies over hem. Zijn afkomst die moet hem toch veel meer bepaald hebben als dichter dan wij vroeger dachten. Zijn taal vooral. Daar zitten vaak Surinaamse wendingen in. Maar vooral ook dat zoeken naar het verborgene. Dat aanvaarden van bezieling van voorwerpen. Dat lijkt mij toch met zijn afkomst te maken te hebben. En het moet eigenlijk ook voor hem, als je erover nadenkt, een moeilijke tijd zijn geweest. Een kind van 6 dat uit dat kleurrijke, warme Suriname komt naar Gramsbergen. De Bijbel belt en daar dus met zijn moeder en een broertje vastgeklonken wordt. Hij is pas in 1980 teruggekomen in Suriname. Hij heeft toen zijn vader ontmoet, maar zijn vader heeft hem altijd wel begeleid. Er zijn brieven van hem bewaard gebleven. En toen schreef hij de schitterende reeks De Vijver in het Meer. Weer zo'n woordvorm die je eigenlijk alleen maar bij Favorie kan. En die reeks die opgedragen is aan zijn vader, die zal Noraly Beyer straks voorlezen. Het is overigens, is zijn vader echt een paar weken nadat hij hem bezocht heeft overleden. Over zijn biografie, de biografie van Favorie, is niet zo heel veel bekend. Hij wilde dat ook niet, dat daar veel over bekend werd. Er is ook heel weinig bekend over zijn praktijk als psychotherapeut. Nu heb ik contact gezocht met 2 van zijn collega's en die hebben mij proberen uit te leggen hoe hij eigenlijk werkte als psychotherapeut. En dat is wel heel erg interessant. Die zeggen dat hij eigenlijk vrij nieuwe dingen uitprobeerde. En dan hebben we het over de jaren 70 van de vorige eeuw. Hè. Hij was niet iemand die echt helemaal geloofde in de psychoanalyse. Wat hij probeerde eigenlijk is de oorzaak van het gedrag, van afwijkend gedrag, van gestoord gedrag, daar ging het hem dan niet zozeer over. Het gedrag dat klachten veroorzaakte, dat moest veranderd worden. En dat pakte hij heel experimenteel aan. Dit komt van Jos Dreus en die heeft een casus van hem zo veranderd dat de persoon over wie het gaat volstrekt onherkenbaar is. Het ging over een patiënt die had een traumatische gebeurtenis ondergaan, had hij zelf een oorzakelijke rol ingespeeld, was er nooit voor bestraft, niemand wist ervan. En het verhaal dat die patiënt vertelde was heel onwaarschijnlijk, maar niet helemaal onmogelijk. Er waren collega's van Hans die dachten, ja, dit is een waan, daar hoef je dus niet op in te gaan, maar de patiënt zelf zei dat hij slapeloze nachten had en dat het gebeurde zich steeds opnieuw afspeelde. En toen besloot Hans dat het waarheidsgehalte er helemaal niet toe deed bij de behandeling en dat hij helemaal niet hoefde er nou over na te denken, is het wel of niet gebeurd. De behandeling zelf moest gaan over het veranderen van het problematisch gedrag. De slapeloosheid en de herbelevingen die moesten tegengegaan worden. En wat hij toen deed was dat hij de patiënt het verhaal liet opschrijven. En hij paste daarin iets toe dat het meest lijkt op flooding. Namelijk de patiënt lang en intens die angstverwekkende stimulansen te laten beleven. Tot ze zo vaak herhaald zijn dat de angst verdwenen is. Het is een therapie die nu ook vaker toegepast wordt, maar toen nog niet. Dus iemand blijft niet eindeloos bang. En dat
In dit geval betekent het dat de patiënt dat hele verhaal opnam op de bandrecorder en daarna keer voor keer moest hij dat opdraaien tijdens sessies, half uren lang, alles met de bedoeling om dat verhaal eerst te leren aanhoren zonder angst en op den duur dat verhaal ook niet meer te willen horen. Hij bezocht ook soms plekken waar patiënten dus akelige dingen hadden meegemaakt en dan ondervroeg hij de patiënt op die plek over het angstniveau en dat deed hij dan zo vaak totdat dat afnam. Het was dus in die tijd nieuw en iets dergelijks heeft ook een andere collega van hem mij geschreven. Die heeft het ook over een zelfontwikkelde experimentele behandeling, de satiatietherapie. De satiatie is een soort volmaken, zo volmaken dat het niet meer leuk is, verzadigen. Dat is eigenlijk waar het om gaat. En dat inderdaad, collega die beschrijft dat ook, dat bandje wat ingesproken wordt en maar laten draaien en maar blijven beluisteren. En hij zegt daarbij dat Favry de veronderstelde werkzaamheid vergeleek met het bekende effect van het herhalen van een woord of een zin, namelijk dan verdwijnt de betekenis eruit. En deze psychiater zegt dan ook, Favry zal dan ongetwijfeld in al zijn sleutelen aan de taal bij het schrijven van gedichten zelf ervaren hebben. Dus met andere woorden, dat de taal afbreken om hem opnieuw te kunnen laten beleven, om hem onschadelijk te maken. Wij zitten allemaal met vervuilde taal eigenlijk. En wat hij wilde was die laag van vuil eraf halen en de pure taal opnieuw naar voren halen. En dat deed hij dus vaak met herhaling, waardoor de oorspronkelijke betekenis weer bloot kan worden. En dit deed hij vooral in die reeksen ook, die herhalingen. Daar zie je dat vaak in. En ik heb het toen ik in Triest met zijn nalatenschap bezig was, toen was er toevallig daar net een tentoonstelling van Miró, van de Spaanse surrealist. En Miró heeft reeksen ook gemaakt waarin hij objecten een klein beetje verplaatst. En ik zag meteen die verwantschap met de poëzie van Hans. En misschien zie je dat ook wel als je naar muziek luistert. De poëzie van Hans is ongelooflijk muzikaal. Hans was een grote liefhebber van muziek. Hij hield vooral ook van oude muziek. En de herhaling daarin, die is zo belangrijk. Dat is bij Hans ook zo. Ja, ik wil naar het laatste gaan, namelijk naar wat hij nu wilde met die poëzie. En dat is zo schitterend weergegeven in het laatste gedicht van hem dat verschenen is, eindgedicht, daar hij precies uitdrukt waarom, wat hij wilde. Zonder begeerte, zonder hoop op beloning, ook niet uit angst voor straf, de roekeloze, de meedogenloze schoonheid te fixeren waarin leegte zich meedeelt, zich uitspreekt in het bestaande. Dat roekeloze, meedogenloze schoonheid fixeren, omdat daar de leegte in zit. Maar dat is geen leegte. Het is het verborgene in het zichtbare. Dank u wel. En dan is het mij nu een zeer grote eer om het eerste exemplaar van deze bloemlezing uit te mogen reiken aan de broer van Hans, Robbie Favry. Robbie, zou je naar voren willen komen? Dankjewel. Alsjeblieft. Ja. Hartelijk dank. Je wil een paar dingen zeggen, hè? Dan ga ik hier weg. Ik geef Jan even de bril terug. En aan jou het woord. Dankjewel. Ja, Marita zegt, de broer van Hans Favry. Maar hij was mijn grote broer. Want
Hans heeft mij nooit bij mijn naam genoemd. Ik ben altijd voor hem het broertje geweest. Hij noemde me altijd, als hij me belde, broertje. En als ik terugdenk, dan denk ik, het klinkt toch heel lief en zorgzaam. Dat is een stukje van Hans, dat hij ook heel lief kon zijn. Zo heb ik hem ook ervaren. Ik was 12 jaar toen ik hem voor het eerst ontmoette. Hij kwam mij ophalen bij een familie waar ik woonde, in Utrecht. En hij bracht me met de trein naar Amsterdam. Voor het eerst zou ik Amsterdam zien. Ik zou een weekend bij hem doorbrengen. En hij bracht me uiteraard naar de dierentuin. Wat voor mij een heel avontuur was. Want ik had nog nooit een leeuw of een olifant gezien. Dus dat was een hele prettige ervaring met je broer. Dus als broertje in een dierenpark dieren bekijken. Daarna bracht hij mij naar het huis. Hoe heet dat huis? Aan de Amstel, met de bloedvlekken. Toen ging hij hem ook het hele verhaal vertellen. En langs de grachten. Dat hij bijzonder was, dat is zeker. Ik wilde iets voorlezen uit een autobiografie van onze oom, Alfons Favery, die medicus en politicus was. Hij was minister van Volksgezondheid van 1955 tot 1958. En hij was minister van Volksgezondheid. En ik heb dus deze autobiografie. En daar komt een stukje uit waar hij schrijft hoe wij aan de naam Favery, die iedereen dus zegt. Maar ik heb het idee dat het Favery zou moeten zijn. En ik heb het idee dat dat afkomstigheid is van hugenoten die in Suriname zijn gekomen. Ik heb het opgezocht en ik heb ook een Favery ontdekt in 14 zoveel in Frankrijk. Dus ik heb het idee dat het Favery zou moeten zijn en niet Favery die verengelst is door de leefomgeving. Ik lees nu uit deze autobiografie een stukje dus. Zoals zijn vader vertelt hoe wij aan de familienaam zijn gekomen. In de vooravond zat vader bij het raam zijn pijp te roken. En vertelde hij ons vaak van gebeurtenissen uit zijn jeugd. Zo vertelde hij ons, naar aanleiding van een proces dat hem was aangedaan, hoe hij aan zijn familienaam kwam. Zijn grootmoeder, dus mijn overgrootmoeder, werd als kind met een slavenschip in Suriname gebracht. Ze was afkomstig van de Ashanti uit Ghana. Nou, zag ik iets ertussen. Mijn vader vertelde mij dat ook haar moeder op het schip heeft gezeten. Maar die is op de tocht naar Suriname overleden. Dus het was een alleenstaand kind. Een zekere heer, ik spreek het toch, Favery, kocht haar en gaf haar cadeau aan zijn vrouw. Daar bleef ze als huisslavin en waarschijnlijk als lievelingsslavin van dit kinderloze echtpaar tot haar 19e jaar. De man stierf voor zijn vrouw en deze laatste werd ziekelijk en hulpbehoevend. Zij moet erg tevreden zijn geweest over de verzorging van haar slavinnetje. Want op zekere dag gaf ze het meisje een grote enveloppe en droeg haar op dit altijd op haar lichaam te dragen. Indien zij plotseling mocht sterven, moest het meisje zo snel als mogelijk deze brief naar de procureur-generaal brengen en eigenhandig afgeven. Toen mevrouw Favery stierf, nu zeg ik Favery,
handelde de jonge vrouw zoals haar opgedragen was. En haar werd toen medegedeeld dat ze de erfgename van mevrouw Faveret was en gelast werd zich voortaan te noemen Affie Faveret. Op haar oude dag was ze dan ook bekend als Mouyafi. De erfenis bestond uit een huis in de stad Paramaribo, aan de Wagenwegstraat en Dr. Nassilaan. Een plantage Davina Zorg en twee slavinnen. Een van de slavinnen had een dochter die Carolina heette. En dat was deze tante Carola, zoals wij haar noemden, die meende aanspraak te mogen maken op een deel van de opbrengst van de plantage toen die werd verkocht. Als slavin was haar moeder opgenomen geweest in de familie. En zij wist niet beter of ze was ook een lid van de familie. Toen de zaak in de archieven was uitgezocht, kwam vast te staan dat ze geen recht had op het aandeel en dat bij de emancipatie mijn overgrootmoeder al bij wet een bepaalde som had ontvangen voor de vrijlating van haar moeder. Zij, Carolina, was daarna in huis gebleven en wij hadden haar altijd als een tante beschouwd. Doordat het in die tijd niet gebruikelijk was voor Afro-Surinamers om te huwen, werden de kinderen naar de moeder genoemd. Zo komt het dat mijn vader de naam Cornelis Jacobus Faveret droeg. Dank u wel. Ik kondig u nu aan Philip Huff, de jonge romanschrijver die zo ongelooflijk aardig is geweest. Eigenlijk kon hij niet vanavond, moest hij ergens anders zijn, maar hij wil hier wel komen. Hij staat te popelen om aan het woord te komen, maar hij verontschuldigt zich dat hij dus direct na zijn verhaal over zijn bewondering voor Faveret de deur uitgaat. Philip. Een van de heerlijkste dingen van schrijven is dat je op je 37e nog altijd een jonge schrijver mag heten. Daar doe ik het zeker voor. Ik heb een podium meegebracht uit 1962, de derde editie van het jaar. En daar staat tussen Budding en Kampert en Bernlef het debuut, de debuutpoëzie van Faveret. Dat heb ik meegenomen, ik kom daar straks op terug, omdat ik zo geïntrigeerd ben door het werk dat als ik Bertram Maurits een artikel zie publiceren over de bibliotheek van Faveret, dan ga ik op boekwinkels.nl de tweedehands boeken bestellen. En dan kom je op een boek dat heet The Mind of the Dolphin. En dan lees je ineens een Engelse transcriptie van een vrouw, een trainer die tegen de dolfijn zegt: zeg eens bal. En kom je in het Literatuurmuseum waar ik gastcurator mag zijn. En dan heb je ineens de correspondentie van een, ik denk 20-jarige Hans met een iets jongere, 16, 17-jarige in het Engels. Wat later zijn echtgenote zal worden. Toen Marita me vroeg, dacht ik, ik moet gewoon kleur bekennen. Als je het zo fijn tintend gevoel vindt, als je dat soort dingen mag vast hebben, dan kan je best even tegen je vriend zeggen, die iets verderop zijn boek presenteert, ik ben ietsje later. Ik heb hier in Amsterdam trouwens filosofie en geschiedenis gestudeerd, dus geen Nederlands of literatuurwetenschap. Dus ik heb me zelf altijd een beetje beschouwd als een autodidact in de letteren. Ik weet dus ook nog heel goed hoe Faveret mijn leven binnenkwam. Dat was niet via het podium, want zoals ik al zei, ik ben een jonge schrijver en in 1962 was ik er nog niet. Maar via een boekje van Coetzee, waarin hij de
8 dichters verzameld had. Had vertaald ook naar het Engels. Hij nam daarin op een van zijn meest favoriete gedichten. Grisante Roeiers. Misschien kent u hem. Ik bied ook mijn excuses aan voor mijn een beetje verkoude stem. Ik heb een zelftest gedaan. Het is geen corona. De grisanten die in de vaas op de tafel bij het raam staan, dat zijn niet de grisanten die bij het raam op de tafel in de vaas staan. Wat, vraag ik me dan nu af, is er dan verborgen in dat zichtbare? Het is ook klassieke filosofie, wat ik dus studeerde hier verderop op de Oude Manhuispoort. De wereld als een voorstelling en als onkenbaar. En de referent en het gerefereerde. In 1962 dus was het de eerste gedichten van Hans op papier. En daar staat onder andere dit gedicht bij. En ik vroeg net aan Robbie, want ik begreep dat Livia gebarentaal kan. Hoe moet je dat sommige woorden dan met gebaren doen? Bijvoorbeeld, Hans begint volgens mij heel vaak eerst of haast met dat soort klinkwoorden waarmee hij de taal vastzet. En deze begint met desondanks. Helder als een splinter berkenhout. Eenvoudig als een vallende waterdruppel. De mens, zijn schroefdraad, zijn kokhalzende vederbossen, zijn wurgende, langzaam gewurgde vergezichten. Ik kende toen ik de poëzie las bij Coetzé het werk helemaal niet. Voor mij was het dus duidelijk, en dat is soms het voordeel zijn van iemand die niet in de literatuurwetenschap is opgeleid, waar de poëzie over ging. Later bleken het machientjes van taal die over niks anders gingen dan taal. Althans, zo las ik. Maar ik heb me nooit kunnen onttrekken aan de indruk dat de poëzie van Hans over heel tastbare dingen gaat. Bijvoorbeeld dit gedicht. Ik sla een hoek om. Zo bijt een beitel. Ik tref een hand aan. Zo verschrompelt een roos. Ik leer jagen op liefde. Zo hijgt een zaag. En ik zie de zee. Zo word ik oud. Houd ik mijn hart vast? Denk ik aan wierook? Zo huivert een hamer, kantelt een stad. Toen en nu dacht ik, dit gaat over liefdesverdriet. maar bij, in de secundaire literatuur, zoals bijvoorbeeld bij Piet Gerbrandy, die trouwens onlangs een fantastisch boek heeft gepubliceerd, Grondwater, waarin hij ook over deze poëzie schrijft, is Gerbrandy niet alleen een heel heldere, begrijpelijke dichter, maar ook een gesloten, vergeef me, bijna onkenbare dichter, een oester. En die ook in dat onkenbare altijd iets van zijn dubbelzijdigheid en dubbelzinnigheid houdt. Hè? Dus een oog voor alles. Zo opent bijvoorbeeld Zijde Kettingen met eerst als alles is gerangschikt en alle dingen hebben plaatsgevonden, treedt wanorde aan het licht. Er steekt een wind op die zich verheft tot storm en nergens staat beschreven in de boeken die zich nu sluiten, haast oesters. Ik denk niet dat ik de eerste ben die Genesis en Apocalypse terugleest in dit gedicht. Hè? Dus die opmerkt dat het einde besloten ligt in het begin. Zoals de avond in de ochtend huist of de nacht in de dag. Of, zoals Favri ooit schreef, dat het aan de hele vaas nog de vaas ontbreekt zoals die is. Nog de kapotte vaas die zich straks tegen de grond aan stukken slaat. Nou, ik heb iets meer, maar door mijn terzijdes over wat ik zo fascinerend vind aan tastbare objecten vasthouden, sla ik dat stukje even over. Ik dacht als filosofiestudent wat bij de filosofie het onderscheid is tussen de intentie van een auteur en de intentie van de tekst. Dat wordt dan aangebracht. Toen me dat werd onderwezen, dacht ik altijd, ja, maar wie schrijft die tekst nou eigenlijk? En wie brengt hem bij lezing tot leven? En ik snap dat dat twee verschillende mensen zijn.
Maar de lezer kan wel proberen de intenties van de auteur te achterhalen. Ik zit daarom al met jaren met smart te wachten op de biografie van Hans. Ik weet niet of dat ooit gaat gebeuren, want ik heb dus net gehoord dat het niet iets was wat hij wilde. Dus wat ik dan maar heb gedaan is oude interviews opgezocht. Er zijn er ook niet zo heel veel van. Maar na zijn tweede bundel is hij wel een keer geïnterviewd. En dan heeft hij het, en dan ga ik even citeren. Hier heb ik het staan. Ja, hij zegt. Nee, dat is de verkeerde pagina. Pardonnetjes. Nou, maakt niet uit. Wat er in ieder geval over gaat, hij schaart zich dan, weet ik uit mijn hoofd nog. Ik heb hier iets verkeerd afgedrukt. Het verkeerde citaat uit het interview. Maar hij geeft zijn antwoorden, schaart hij zich een beetje bij de twee grote critici die hem besproken hebben. En die volgens mij dus samengevat kunnen worden als wat Gerbrandy onlangs nog Grondwater schreef. Een Favorie als een zichzelf, waarin de taal zichzelf wegcijfert als betroffen de machinaties van een dubieuze accountant. Daar zou ik hier vanavond tegenover willen stellen. En dat doe ik dan ook maar even gesteund door Ira. Die hoopt dat het een goede ingang is voor de studenten. Toen ik Favorie voor het eerst las, kwam het mij over als werk dat juist heel graag gelezen wil worden. En werk dat weet dat het een lezer nodig heeft om tot leven te komen, om te bestaan, om de woorden te laten klinken die vaak zo ongelooflijk muzikaal zijn. En wat ik daarmee bedoel te zeggen is dat voor deze lezer in ieder geval de poëzie van Favorie niet naar zichzelf verwijst. Nog dat het, en dat zijn de opvattingen van allerlei onderzoekers, Jellema, Van Lier en Goedegebeuren, gelezen kan worden als een bespiegeling op het zen-boeddhisme of in het licht van de Caribische traditie. Dat kan allemaal, maar er zijn ook jonge lezers, en ik hoop dat die allemaal Marita's boek vinden, waarbij het werk vooral tegen hen zegt, kijk, hier ben ik, maar hier ben jij ook. En als je goed probeert te begrijpen wie ik ben, kan je misschien jezelf hierin terugvinden. Nou heb ik toch mijn citaat gevonden. Hij zegt dat die feitelijke woordenboekbetekenis van een woord bij hem veel minder meedoet dan bij bijvoorbeeld Kouwenaar, overigens iemand die hem heeft laten debuteren. En dat definities van woorden hem soms zelfs onverschillig laten. En dat pleit volgens mij een beetje voor deze leesinstelling. Want wat brengen we als lezer anders mee het boek in dan onze eigen definities van woorden? Dus wat hij zei, woorden hebben geen echte betekenis. Woorden hebben alleen betekenis in relaties. Ik ben dus heel blij en ik hoop dat heel veel jongeren lezen dat ook met jouw boek hebben, Marita. Dat je jezelf in relatie kan stellen tot de woorden van Hans Favorie. En het daardoor je hele eigen Favorie kan maken en niet per se die van alle literatuurwetenschappers. Oké, dankjewel. Philip, hartelijk dank. Ga gauw naar je vriend toe. Nog even ter correctie. Het is niet mijn boek. Hè? Het is het boek van Hans. Ik ben alleen maar een eenvoudige dienaar in dit geval. En ben blij dat ik dat mag doen. Ik wil nu... Komt Robbie en ook zijn dochter, die komen nu op het podium. Ja, kom, hier kun je misschien... Oh, dat lukt je. Er zal dan muziek komen en direct daaraansluitend zal Noraly Beyer voorlezen, De Vijver in het Meer. Wangolo, wale, ilowa wini we wangu, wale. Wangolo wale, ilowa wini we mango wale, ilowa wini we mango pie chanche, ilowa wini we mango pie chanche, ilowa wini we mango wale. Wangolo wale. Kilo wa wini we mango wa.
wale Mangolo wale Kilo wawini we mango wale Kilo wawini we mango Pie chanche Kilo wawini we mango Pie chanche Kilo wawini we mango wale 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 wangolo wale. Chamarei constante, sempre que a ti distante chega a longa triste voz do trovador. Voor A. T. H. Favri, 1905-1981. De vijver ligt in het midden in het meer en lokt. Als ik in mijn kamer zit en ik wil bladeren horen, moet ik aan populieren denken. Of populieren gaan horen. Daar waar ze zijn. Heb ik ooit een kastanjeblad horen vallen in mijn hoofd? Of viel ik daar ooit voorover in een vijver? De kastanje eet uit mijn handpalm. Ik zit met mijn gezicht naar de muur waaruit ik bloed. Zodra ik maar een vin verroer, moet ik toegeven dat ik een vis ben. Ik wapper met mijn vleugels tot ze droog zijn, tot ze zijn verdampt. Het gevreesde nadert. Het valsspelen begint. Te weinig heb ik verworpen.
Midden in de palmpit zit een vis die ik niet ken, die ik niet ben. Als ik met alles wat ik in me heb terugren naar het meer, ben ik vergeten wie en wat ik moest doden. Te doden in mijzelf. Het eerste offer eerst, of eerst het tweede offer. Door naar mijzelf te verwijzen raak ik kwijt wat ik had willen koesteren. Uitgaande van wat er niet meer is, probeer ik het terug te harken. Wil niet uitgekeken raken, nog op je mond, die zonder je gezicht nergens meer toedient. Midden in het meer ligt de vijver, zich gereed houdend. Omdat ik mij bevond daar waar ze langskwamen, houden van die kolibries huis in mijn hoofd. Zo ontsta ik als van ouds opnieuw. Schitterend zwart ijs, riep ik. Hier kan geschaatst worden. Toch was hetzelfde beeld al geen begin meer. Zelfs nu nog kun je, zodra je het wilt, kun je zo met je haren schudden dat de muren van het benoembare instorten en het open veld, het talige voorbij, wordt neergezabeld tot er niets meer van over is waarover je droomde. Mooi ben je. Haast uit jou afkomstig ben ik ooit zo geworden. Ik zit midden in mijn vijver en doorwaad de rivier die mij het zwijgen oplegt. Sommige vormen zijn doorwaadbaar, andere zijn het niet of minder. Een pond lood is gelijk aan een pond vieren, meestal helpt het niet. Als het verdriet, zoals voorzien, zich doodloopt. In zijn huis, naast zijn huis, zit spin. Zoon komt hem opzoeken. Zij zien elkaar nooit meer terug. Jij gaat vaak aan dit land denken. Hij zegt dit met nadruk, het sterven opschortend. Je gaat het niet meer vergeten. Dezelfde kleine holte verdwijnt zodra ik mijn vuist open doe. Ook ik heb nooit bestaan. In een van die vooravonden die zo rijk zijn aan zichzelf, werd hij ontslapen. De hunkering, die zich tot zover in hem had herkend, doofde. Zij, die bij hem was, wekte hem uit versluiering of beslommering met een tekst die ik hier moet verzwijgen. Wat zeg je? Vroeg hij, als aandringend op herhaling. Zij echter herhaalde de boodschap, waarop hij verstond en net zo stierf. Goedenavond, dames en heren. Mijn naam is Erik Lindner. Ik ga u wat vertellen over de Franse vertaling van Hans Favery. Maar daarvoor dezelfde kleine holte verdwijnt zodra ik mijn vuist openduw. Ooit heb ik nooit bestaan, zoals Noëlie Beyer net al voorlas. In deze toespraak wil ik toelichting geven op de Franse vertaling, iets vertellen over de ontstaanswijze, enkele obstakels en barrières noemen waarmee we van doen hebben gehad, en kort iets zeggen over de receptie van Hans Favery in Frankrijk. Wat Parijs aangaat, waar het allemaal begon met deze vertaling, onderscheid ik drie periodes. Eind 1996, het jaar waarin ik debuteerde en 6 weken doorbracht in een Algerijns pension aan de rand van de stad, waar de stolp die er overheen lijkt te staan nog poreus is en je kans hebt eronder te komen. Het is de zoon van de hoteleigenaar Ferrat die me het eerste Frans bijbracht. Ik geloof niet dat ik op dat moment de verzamelde gedichten van Hans Favery bij me had, al was er rond die tijd een gedenkwaardige literaire avond over de dichter in Amsterdam, georganiseerd door Kiki Kouwmans, die indruk op me heeft gemaakt. Een tweede periode begint in 1998, waarin ik 2 jaar met een Franse vrouw woon in de Marais, pal onder de stolp, en vanaf dat jaar 5 jaar werk in het Institut Néerlandais, daar
uitwisselingen tussen Franse en Nederlandse dichters verzorg en nauw begin samen te werken met vertalers. Die vrouw is het, Sandrine Linner-Dumont, die met een koptelefoon met zijn voordracht Men en Dolphin, Mens en Dolfijn, Hans Favre vertaalde. Die vertaling werd meteen geplaatst in het toen toonaangevende tijdschrift Quaderno, uitgegeven door dichter Philip Beck. Ik benadruk meteen, omdat de vertalingen van mijn gedichten, evenals die van mijn latere compaan Erik Sugier, doorgeschoven werden naar een later nummer. Volgens Philip Beck hadden de gedichten iets weg van het taalexperiment van Pierre Affary en Olivier Cadiot in de jaren 90. Een vergelijk dat wat mij betreft alleen opgaat voor de serie Men en Dolphin. Er bleek iemand te bestaan die iets dergelijks een slordige 20 jaar eerder al deed. En dan ook nog eens in het Nederlands, terwijl iedere Fransman gewoon is dat alle experimenten in de poëzie in Frankrijk begint. En dan ook iemand geboren in Suriname. Ik onderscheid een derde periode die begint in 2001 als ik terug ben uit Frankrijk en het eigenlijk welletjes vindt met Parijs en opgebeld wordt door Erik Sugier, dichter en kunstcriticus, of ik een expositie wil openen van een Nederlandse kunstenaar in de Marais. Na enige aarzeling zeg ik ja en daarmee begint de periode van 2001 tot 2019, waarin we de gedichten van Hans Favre zullen vertalen met hulp van de in Frankrijk opgegroeide volstrekt tweetalige literair vertaler Kim Andringa, wiens bijdrage onontbeerlijk zal blijken. Ik zeg Hans Favre omdat we het over de Franse vertaling hebben, stel ik voor. Door de vriendschap met Erik Sugier leerde ik Frankrijk eigenlijk pas goed kennen. De achtergronden van het enorme verschil tussen de hedendaagse Franse poëzie en Nederlandse beter begrijpen. De stolp die het toerisme en de antiquiteit van de hoofdstad bezorgt te niet doen. Vriendschap betekent vragen stellen en beantwoorden die je anders niet stelt. Elkaar graag willen zeggen waar het op staat. Het was pas na enige tijd, Erik was op bezoek in Amsterdam, dat ik hem gedichten 2 gaf, waarin zowel Favre's taalspel, humor, complexiteit en toegankelijkheid vervat zijn. Men en Dolphin staat in deze bundel en ook de prachtige reeks voor het dunne meisje 1, waar de eerste Engelse uitgave mee opent, Against the Forgetting. Ik zeg hierbij ook namens Marita dat er een Italiaanse vertaling verschijnt, ongeveer nu Contro l'oblio, excusez mijn Italiaans, door Patricia Filia. Al snel vatten we het plan op deze bundel te vertalen, dus het gedichten 2, samen met de eerste en de reeks losse gedichten die er in 1980 aan werden toegevoegd. In die tijd deden we alles zelf, kladversies, het gedicht per gedicht, woord voor woord behandelen. In de bibliotheek van het vertalershuis merkten we dat enkele woorden en begrippen in die eerste 2 bundels in geen woordenboek te vinden zijn. Maar wel, tegen uitspraken van de dichter in, te herleiden vielen tot Suriname. We benaderden diverse Franse uitgevers, banjerden samen over de Salon de Livre, waar het Normandische Nous Edition ons wist te vertellen dat ook de vroege Favorie in hun ogen te lyrisch, poëtisch, te weinig gestaalde kaders, etc. Uiteindelijk vonden we het werkelijk schitterende theatertypografiek, bekend van mooie, verzorgde poëzievertalingen, bereid het uit te geven. En dat leidde tot de publicatie van Hans Favre's poem 1968-1972. Dit bijna vierkante boekje. Ik ga iets te snel, want de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat onze vriendschap, het delen van een voornaam en min of meer geboortejaar, onze overeenkomstige poëtische invloeden en voorkeuren wel genoeg leek voor het overzetten van het Nederlands van Hans Favre naar een Frans equivalent. Maar was het dat ook? Ik herinner me dat we in zijn hofje in Parijs zaten en samen de waslijst aanmerkingen en correcties van Kim Andringa doornamen en in 9 van de 10 gevallen moesten stellen: The girl is right, the girl is right, the girl is right. Voor het vertalen van Hans Favre bleek ik niet meer dan een aanreiker. Ik haalde alles uit de kast om mijn vriend uit te leggen wat ik in die gedichten las. Wat er stond, wat het oproept. De uiteindelijke Franse vertaling werd een onderhandeling tussen Andringa en Sugier. Grappenderwijs zei ik toen tegen Erik: als we 65 zijn, dan hebben we alles vertaald. Zonder te weten wat ons te wachten stond.
We leven inmiddels in 2012 en Halbe Zijlstra heeft het Instituut Nederlandais ontmanteld, waar we nog net deze bundel met het vroege werk ten doop houden. Dus die vierkanten die ik net naar omhoog hield. Ook al werk ik er niet meer, ik ervaar het als een klap in mijn gezicht, omdat je uiteindelijk in die hoofdstad onder de stolp in een huis vanuit je eigen cultuur anderen kunt ontvangen, met ze in gesprek kunt gaan en zo uitwisselingen tot stand brengen zoals deze. Dat is voor Fransen belangrijk. Het duurt een poos voordat Eric wordt opgebeld door een boekhandelaar in de Brusselse woonwijk Elsene, Emmanuel Riquet van Ptix, met het verzoek of wij de hele Favri willen vertalen. Riquet is een Waal die studeerde in Leuven en daarop het werk van Favri stuitte en eraan verknocht raakte. Het is de moed van deze boekhandelaar om ons de opdracht te geven die dit allemaal mogelijk heeft gemaakt. Vanaf dan gaan we anders te werk. Kim maakt de werkvertalingen bundel per bundel, waarna Eric en ik die doornemen, voorlezend, hernemend. We brengen samen vakanties door en skypen 2 lange middagen per week. Ik herinner me de horsels die komen aanvliegen over de zone, terwijl we op het balkon van zijn huis in de Bourgogne bezig zijn met gizante roeiers. De werkvertalingen waren op hoog niveau. Kim is een uitmuntend vertaler, dat moet gezegd. Het grootste vertaalprobleem bij Favri vormen de spreekwoorden die hij omdraait, verandert en verbastert, zodat er een humoristisch idioom ontstaat dat hij consequent doorzet en per gedicht, per serie in stand houdt. Voor die spreekwoorden moeten Franse equivalenten worden gevonden en daarop opnieuw poëtische varianten gemaakt. Een vergelijkbaar probleem, een klein bestek, is het slotgedicht van de reeks Horloge, Schip der Woestijn. De woestijn, eentonig zangerige blinde, een eiland bewonend met vossenoren. Zonder de B van bliksem is dezelfde blinde vrijwel de linde waar ik onder zit. Wachten tot het gesjoeberd ophoudt. Vaak is een woestijn nog moeilijker doorwaadbaar dan een zee. Geen bij kiest ooit een dorenroos. Onder de zee liggen ook niet van die balken. Hoe dat te doen met die blinde waar de B uit wegvalt en die bliksem? Volgens mij gaat het in het Duits wat makkelijker dan in het Frans. De tweede strofe in het Frans. Avec le C de cité, cette même cécité est presque ce cyprès sous lequel je me tiens. Cécité is blindheid. Favri's linde wordt in het Frans een cyprès. Hoe vertaal je een tekst die iedere keer dat je die opnieuw leest iets anders lijkt te zeggen? Ook in de tweede fase van de derde periode, waarin wij van 30 naar de 50 beginnen op te schuiven en langzamerhand ontvankelijk raken voor het latere werk van Favri, blijf ik aangever. Een enkele keer, als we er echt niet uitkomen, spieken we bij een andere vertaling, zoals Francis Jones, die in mijn ogen Favri prachtig in het Engels vertaalt. Maar niet in die van Eric, die er niets van moet hebben, omdat Leentje Buren uit het Engels in de route van het Nederlands naar het Frans het schip de verkeerde kant op doet hangen. Voor de vertalingen van Jones zijn de beelden uitgangspunt. Hij werkte met Favri zelf, samen en met zijn vrouw. Op het moment laat ik Eric een eerdere vertaling naar het Frans zien, Contre l'oubli, gemaakt door Joke Hermsen en Henk van der Waal met 2 Franse vrienden. Ik zie Eric door het korrelige Skype-scherm heen schrikken. Dit vindt hij wel goed. Dit vindt hij zelfs erg goed. De oplossingen die hier gevonden zijn. Hij besluit in 1 enkel gedicht in een enkele regel uit te gaan van hun vertaling, maar niet zonder daar weer een variant op te maken. Opnieuw, al is de werkvertaling door Andringa gemaakt en is zij constant bereikbaar voor vragen, volgt een uitgebreide correctieronde. Deze zal 1 tot 2 jaar duren en bestaat uitsluitend uit een dialoog tussen Andringa en Suger, waar het er niet mals aan toe gaat. De ruimte tussen vertaling van betekenis en wat een goed gedicht is in het Frans wordt hier bevochten. De uitgever en ik kijken toe zonder in te grijpen. U kunt met volstrekt recht vragen waarom mijn naam genoemd wordt als vertaler als ik alleen maar aanreiker ben. Antwoord is dat het allemaal om vriendschap draait, willen we dit project 2 decennia volhouden. Poëzie van Favri, hier.
verschijnt aan het einde van 2019, pal voor de coronacrisis. De publicatie wordt in Frankrijk door vriend en vijand ontarmd. Geloof me, zowel de eigen gereide boekhandelaar in een tweetalige stad als mijn vriend Eric hebben de nodige van de laatste. Er volgen besprekingen in Le Monde, het katholieke dagblad Croix, wat buiten de steden enorm veel wordt gelezen. Zoals bekend is Frankrijk een erg katholiek land. Frédéric Forté van de groep Oulipo, de ouvroir de littérature potentielle, oftewel de werkplaats voor mogelijke literatuur volgens raster 54 W. Molly. Dus erfgenaam van Georges Perec en Jacques Rebaud, neemt een 7 minuten durende videoclip op waarin hij uit de Franse vertaling voorleest. Tot slot, we hebben ons beperkt tot de verzamelde gedichten die Hans Favri bij zijn leven heeft laten verschijnen. Niet Springvossen, niet de nagelaten gedichten. Toegevoegd aan het verzameld werk. Het leek Eric Suger logisch om die als uitgangspunt te nemen in november tijdens een studiedag over Hans Favri aan de Universiteit van Strasbourg. Toch denk ik dat je juist Franse studenten Nederlands kennis moet laten maken met zijn beste werk, het kernoeuvre zelf. Daarnaast heb ik de lange correctiefase benut om de 43 doos in het Literatuurmuseum te openen waar de nalatenschap in zit, waarin ik geen nieuwe gedichten vond, maar wel het een en ander waar ik graag nog eens op terugkom. B-A-L, zegt Favri. 3 letters. In het Frans zijn dat er 5. En toch wordt het op dezelfde manier uitgesproken. B-A-L. Ik dank u wel. Je kunt nu luisteren naar een opname van Men en Dolfin, Mens en Dolfijn. Bol. Say bol. Bal. Zeg bal. Je moet bal zeggen. Dolfijn zegt bal. B-A-L. Bal. Hey. Dolfijn, zeg nou eens bal. Je moet bal zeggen, dolfijn. Hey, dolfijn, bal. Zeg nou eens bal. Ball. Say ball. Bal. Zeg bal. Zeg eens bal. Beal. Zeg nou eens. Say beal. Bal. Hey, je moet bal zeggen. Bol. Bal. Dolfijn zegt bal. Bal. Zeg eens bal. Bol. Dolfijn. Bal. Zeg nou eens bal, dolfijn. Hey, dolfijn, zeg eens bal. Bal. Be-al. Bal. Zeg eens bal. Je moet bal zeggen. Bol, say bol. Bol. Bal. Je moet. Zeg eens. Zeggen. Bal. Say. Zeg. Bol. Beal. Zeg nou eens. Hey, dolfijn. Bal, dolfijn. Bal. 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 Ik dank u. Ja, dames en heren, u hebt u lekker achterover gezeten deze avond. Maar dat is nu voorbij. U gaat nu zelf aan het werk. Ik ga iets met u doen wat ik vaak met studenten doe. We gaan namelijk gezamenlijk een gedicht niet alleen declameren, maar ook uit het hoofd leren. Het is het gedicht waarmee de bloemlezing opent. Het is het tweede gedicht uit de eerste bundel van Favri. En je zou kunnen zeggen, deze eerste reeks heeft een soort programmatische betekenis.
We gaan eerst maar eens even kijken wat er staat. Ik lees het een keer voor en daarna doen jullie mee. Dan doen we dat een paar keer. Dan haal ik de tekst weg en dan gaan we dat nog een keer doen. En daarna zal ik proberen er iets over te zeggen. Nou, akkoord? Geen metafoor komt hier aan te pas. De lucifer, conform zijn opdracht, communiceerde verbrandend. Huh? Daar gaan we, doet u mee. Geen metafoor komt hier aan te pas. De lucifer, conform zijn opdracht, communiceerde verbrandend. Dat klinkt al vrij goed. We gaan het nog een keer doen. Geen metafoor komt hier aan te pas. De lucifer, conform zijn opdracht, communiceerde verbrandend. Ja? Nou gaan we het even proberen zonder tekst. Geen metafoor komt hier aan te pas. De lucifer, conform zijn opdracht, communiceerde verbrandend. Ja, uitstekend, dames en heren. Het mooie is dat als je samen zoiets doet, dat je als het ware de tekst langzamerhand als een soort mantra gaat beschouwen. Je vergeet door het te herhalen wat het betekent, of dat het misschien iets zou kunnen betekenen. Het wordt een soort muzikale beweging die een soort verstilling of een soort rust brengt. Denk aan een meditatie, denk aan schaapjes tellen. Je wordt er buitengewoon rustig van. Als u vannacht niet kunt slapen, dan moet u gewoon dit nog een paar keer doen. En ik garandeer dat dat een goede nachtrust wordt. De woorden kunnen, het is al eerder gezegd vanavond, hun betekenis verliezen. En wat je dan prevelt, wordt eigenlijk puur taalmateriaal dat niet of nauwelijks naar betekenissen lijkt te verwijzen. Laat staan naar een concrete werkelijkheid. Maar je kunt natuurlijk ook proberen om het gedicht wel te interpreteren en te kijken wat er staat en te kijken of dat zinnig is. En ik ben hier vanavond al ervan beticht dat ik zou beweren dat de poëzie van Faveri beweert of laat zien dat taal alleen maar naar zichzelf verwijst. Nou, niets is minder waard, niets is minder waar, dat vind ik echt helemaal niet. En dat ga ik ook nu laten zien, hoop ik. Volgens mij is dit een betekenisvolle mededeling en misschien verwijst het ook wel echt naar iets wat wij kennen. Dus wat gebeurt er in het gedicht? Wat zie je? Nou, in eerste instantie zie je gewoon een brandende lucifer. Hebben we hem? Ik zal hem nog even erbij pakken. Je ziet gewoon een lucifer voor je. Wie strijkt er van jullie nog wel eens een lucifer af eigenlijk? Oh ja, toch nog wel. Ik dacht dat dat langzamerhand een historische handeling was geworden. Natuurlijk, ja, ja. Dus je ziet een brandende lucifer voor je en misschien stel je je dan wel voor dat iemand bezig is die lucifer af te strijken. En die persoon die dat doet, die stelt als het ware tegelijkertijd vast dat het vuur van die lucifer concreet aanwezig is. En niets anders is dan gewoon dat vuur van die lucifer. He, dat is eigenlijk al een bewering van metafysische pretenties. Als je zegt, dit is vuur en dit is niks dan vuur, dit is gewoon wat het is. Maar als je dan toch wat langer daarnaar kijkt, blijkt de mededeling toch net iets ingewikkelder te zijn. Al is het alleen al omdat het natuurlijk een imaginaire lucifer is. Een lucifer die hier op papier staat en die niet op dit moment afgestreken wordt. Dus wat kunnen we daar nou over zeggen? Je zou eerst maar eens even naar dat klanklichaam van het gedicht kunnen kijken. Het komt, denk ik, als ik in de manier waarop ik het zou voorlezen, het komt een beetje ritmisch traag op gang. Hè? Geen metafoor. Het begint met een lange, beklemtoonde lettergreep. Het eindigt met een lange. Geen metafoor. Ook die tweede regel komt hier aan te pas. Hè? Dat zijn eigenlijk voornamelijk lange lettergrepen. Dus je probeert langzamerhand een beetje op gang te komen in dit gedicht. En daarna wordt het echt jambisch. De lucifer, conform zijn opdracht. Hè, dat is gewoon keurig regelmatig in een ritme dat we allemaal gewend zijn, natuurlijk ook uit de spreektaal. En dan eindigt het min of meer dactylisch, communiceerde verbrandend. Ta-ta-da-da-ta-da-da-ta. Alsof aan het eind alles, althans voor mijn gevoel, alles op zijn plaats valt, eindelijk. Dan is er natuurlijk een klankspel. Je hebt het woord komt.
in de tweede regel. Dat assoneert met conform en ook met communiceren. En nou weten jullie wel dat het voorvoegsel kom, dat betekent samen. Hè? En het woord komen, dat betekent ook eigenlijk dat iets naar iets anders toekomt. Dus is het niet zo dat dit klankspel suggereert dat de dingen bij elkaar komen? Misschien ga ik hier te ver, maar ik denk toch dat dat kan. En vervolgens zien we dat het woord metafoor, dat eindigt op voor, Grieks woord van het werkwoord vero, brengen. En datzelfde achtervoegsel heb je in het woord lucifer, maar dan in het Latijn. Lucifer, de lichtbrenger. Dus voor en ver zijn van dezelfde stam. En dat suggereert dat er dus iets overgebracht wordt. En naar mijn idee gaat het gedicht dus over overdracht. Misschien wel over overdrachtelijkheid, hè, want dat betekent metafoor. En misschien gaat het dus over overdrachtelijk licht. Want het letterlijke betekenis van Lucifer is, zoals u weet, lichtbrenger. Wat doet dat licht nou hier? Lucifer is, zoals jullie weten, een van de bijnamen van de planeet Venus, de ochtendster. Ze kondigt de dag aan. De nacht is voorbij, de dag begint. En dat roept meteen een hele dialectiek op van licht, duister, dag, nacht. En vervolgens natuurlijk ook al heel gauw allegorisch leven, dood. Zeker ook omdat Venus natuurlijk de godin van de erotiek is. Maar Lucifer is ook iets anders. Lucifer is ook een van de bijnamen van Satan. Denk aan het magistrale stuk van Vondel, hè? Lucifer. Dus we hebben meteen ook door dat woord een andere dialectiek die daar misschien overheen schuift te pakken. Namelijk die van hemel, hel, goed en kwaad. En die dingen die spelen, denk ik, als je er lang genoeg naar kijkt, allemaal tegelijkertijd een rol. En je zou dan dus kunnen zeggen, je zou bovendien kunnen zeggen dat de Lucifer inderdaad geen metafoor is. Hè? Maar de Lucifer is als het ware een symbool, je zou zeggen. Want een symbool werkt niet zozeer metaforisch. Hè? Een metafoor is iets waarbij je zegt A lijkt op B. Maar daar gaat het hier niet om. Hier is het meer metonymisch. A maakt deel uit van B. En symbolen staan vaak in een traditie, die zijn vaak in een traditie verankerd. En dat geldt natuurlijk voor licht en vuur en hoge mate. Hè? Op het moment dat je een lucifer aansteekt, je kijkt naar dat licht, kun je het gevoel hebben dat dat licht deel uitmaakt van een veel groter geheel, van een veel grotere bron van licht. Dus in die mate is die lucifer misschien inderdaad geen metafoor, maar eerder een symbool. En nu realiseren we ons, althans misschien ziet u dat, dat die eerste twee regels meerduidig zijn. En dat kun je laten horen door de intonatie. Als je zegt, geen metafoor komt hier aan te pas, dan zeg je in feite, dit is een totaal niet overdrachtelijke mededeling. Maar als je zegt, geen metafoor komt hier aan te pas, dan denk je, ja, maar misschien wel iets anders. Dus dan, het aardige is dus dat door zo nadrukkelijk met het woord of met de woordgroep geen metafoor te beginnen, roept de dichter onmiddellijk juist het concept metafoor op. En dat is niet voor niks, want dit is natuurlijk het tweede gedicht uit de allereerste bundel en dat heeft uiteraard een programmatische lading. Je moet aan het begin van zo'n bundel iets zeggen over wat je wil met die poëzie. En nou is het interessant natuurlijk dat traditioneel dichters geacht worden met beeldspraak te werken. Dat doen de meeste dichters. En dat wordt hier nadrukkelijk afgewezen. Er wordt hier nadrukkelijk gezegd, aan dat soort flauwekul doen we niet mee. Maar houdt Favery zich aan zijn eigen programma? Nou, dat is dus helemaal niet het geval. Want als je nou kijkt naar die regel conform zijn opdracht, daar wordt heel duidelijk de lucifer gepersonifieerd. En een personificatie is een metafoor. En er is dus misschien een hogere instantie, de dichter of de fabrikant van de lucifer, of misschien wel God, die het stukje hout met chemicaliën een soort missie heeft opgedragen. En dat is een missie die het ding gezagsgetrouw uitvoert. Maar welke missie is dat nou? Nou, wat doet een lucifer? Ook conform zijn naam natuurlijk. Licht brengen. En daarna opbranden.
licht brengen, opbranden, tot vlammen komen en daarna weer uitdoven. Ik als ex-gereformeerde kan natuurlijk niet anders dan even aan Christus denken. Maar belangrijker is denk ik dat de lucifer geacht wordt, gezien de laatste regel, te communiceren. Dat betekent dit niet dat die lucifer hier ook de taal en daarmee de dichtkunst symboliseert. En is een gedicht dus eigenlijk een soort lichtflits die iets wil zeggen om meteen daarna weer uit te doven? En is de dichter dus een morgenster of juist een duivel die de wereld het licht en of het kwaad brengt? Merk op vervolgens dat communiceren een verleden tijd is. In de laatste regel is die opdracht van die lucifer inmiddels uitgevoerd. En kan hij rustig uitdoven, wat met het laatste woord ook gebeurt. Het gedicht beschrijft dus niet alleen wat er gebeurt, maar het vormt ook zijn eigen illustratie. Het is vanavond al wel meer gezegd. Het gedicht doet wat het zegt. Dat noemen we in de literatuurwetenschap iconiciteit. En dat is natuurlijk een vorm van magisch denken, want de suggestie die ervan uitgaat is dat taal en wereld samenvallen en dat we daarmee dus in een coherent universum leven. Het zou heel fijn zijn als dat het geval was. Door nu samen met z'n allen dit gedicht uit te spreken, voltrekken wij, als in een ritueel zou je kunnen zeggen, de komst van het licht. En leren we, als we het vaak genoeg doen, ook het verdwijnen, het uitdoven ervan te aanvaarden. Dus behalve symbolisch en metaforisch is het gedicht ook allegorisch. Want alle rituelen zijn allegorisch, omdat vaak kosmische processen daarin worden geïmiteerd. En daarmee staat dit gedicht, hoe modern het ook is, 60 jaar nadat Favri het schreef, zo staat dit gedicht nog steeds in een oeroude traditie. En ik stel voor dat we het nog één keer samen doen, hè, om dit nog een keer samen te beleven. De komst en het verdwijnen van het licht. Ik zou ook kunnen zeggen, laten wij bidden, maar dat doe ik natuurlijk niet. Maar we mogen de tekst al wel even bijhouden. Daar gaat hij nog een keer met z'n allen. Geen metafoor komt hier aan te pas. De lucifer, conform zijn opdracht, communiceerde verbrandend. Dank u wel. De schildpad. Hoe doet een schildpad? En waarom doet een schildpad het zo? Om geen haas te zijn en geen egellach te specht. Doe niet te dromen van sprinkhanen die optrekken tegen Troje. Als haas heeft de schildpad niets te verliezen dan een vorm van snelheid. Waar een schildpad zo moet lachen dat zelfs zijn pijl hem inhaalt. Na alvorens doelloos te zijn neergestort. Dus komt uit de reeks De Schildpad. Dan iedereen die aan deze avond meegewerkt heeft, hartelijk dank. Ik denk dat de uitgever nog wat aardigs heeft voor alle bijdragers. Achterin kunt u de bundel aanschaffen. Ja, hij is er niet om een handtekening te zetten, maar evengoed is het natuurlijk echt een heel mooi cadeau van Hans Favri aan ons allemaal. Dank u wel.